wet van vraag en aanbod bepaalt hoeveel iets kost. De vraag, dat is de vraag naar producten of diensten. Die komt van consumenten, de mensen die iets willen kopen. Het aanbod, dat is hoeveel van dat product beschikbaar is. En daar zorgen de producenten voor. Mijn schoenwinkel heeft honderden paren van deze sneakers aangekocht. Maar niemand wil ze kopen. Omdat ze niet meer hip zijn of gewoon lelijk. Het aanbod is groter dan de vraag aan de huidige prijs. De schoenwinkel moet de prijs van de sneakers verlagen om er toch nog van af te raken. Als jij ze wel mooi vindt, dan heb je geluk. Omgekeerd is de vraag soms ook groter dan het aanbod. Stel, ik ben een influencer en ik breng een speciale sneaker op de markt. Ik maak er maar 50 paar van, het zijn exclusieve sneakers. Het aanbod is dus heel laag, terwijl de vraag heel hoog is. Mijn 100.000 volgers willen mijn sneakers kopen. Ik kan dan heel veel geld vragen voor mijn sneakers. In een vrije markt variëren de prijzen van producten en diensten, zodat de vraag in evenwicht is met het aanbod. Veel vraag en weinig aanbod maakt de prijzen hoog. En weinig vraag en veel aanbod doet de prijzen zakken. Dat is de wet van vraag en aanbod.